Een teleurgestelde Erik Bastiaanse. Dat kan je zeker zeggen, ja. Kun je vertellen wat er gebeurde, eerste run? Eerste run, alles ging goed tot aan de derde schans, of de tweede schans. De tweede schans wilde ik een cap 9 doen. Dus verkeerde voet voor, 2,5 rotatie. Maar bij de landing ging iets verkeerd, wat ook onderuit ging en nou ja, klaar. En bij de tweede run eigenlijk precies hetzelfde. Na de eerste run was je teleurgesteld of dacht je van, nou dit ga ik wel recht breien? Nou, ik heb wel eens vaker in wedstrijden dat ik eerste run niet land en dan tweede run wel gewoon goed land. Nou ja, daarom heb je altijd twee runs, gewoon best geteld. Dus nee, ik ging ook op goede vertrouwen de tweede run in en niet te veel nadenken over de eerste run. Niet te veel proberen mee bezig te zijn. En toen ging je de tweede run naar beneden, gebeurde het precies hetzelfde? Ja, de tweede run gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Maar zelf weet ik ook niet waarom of hoe, maar ja, het is heel jammer. Want normaal land ik hem echt 9 uit 10 en nu 2 niet. Was je nerveus vandaag? Nee, ik ben eigenlijk nooit zo heel nerveus voor wedstrijden, dus ik kan er altijd wel goed mee omgaan, maar vandaag ging er iets verkeerd bij. De Jeugd-Olympische Spelen zitten er nu voor jou op. Ja, hoe heb je het nu beleefd? Ja, de hele week vond ik echt heel tof. Het is heel leuk om heel veel verschillende atleten en heel veel verschillende nationaliteiten te zien. Alleen ja, de wedstrijd waar het echt om draait, die valt dan tegen, maar kan gebeuren. Op naar de volgende.